tot op heden niks te klagen, nee. Geert Jansen, je bent de clubcoach van PSV Zwemmen. Ja. En je bent door de Zwembond KNZB uitverkoren om hier ja, als eerste clubcoach in jaren ervaring op te doen bij de Nederlandse ploeg. Hoe bevalt het hier in Kopenhagen? Superleuk. Het is echt een hele ervaring en tot nu toe heel veel goede prestaties. Dus ik heb het wel naar mijn zin. Ja. Is het voor jou alleen een kijkje in de keuken of heb jij nog een speciale rol hier op de EK Korte Baan? Mijn voornamelijke rol is dat ik coach ben van Jury. En daarnaast ondersteun ik de drie andere coaches, Marcel, Patrick en Mark, waar zij hulp nodig hebben. Marcel Wouda, Patrick Pearson en Mark Faber hebben we het dan over. Want dat zijn de drie coaches. Kun je een voorbeeld noemen hoe jij hen ondersteunt? Ze hebben allemaal meerdere zwemmers die ze moeten coachen. En soms botst het wel eens dat de ene persoon een wedstrijd aan het zwemmen is en de andere is zijn voorbereiding aan het draaien. En dan ben ik vooral bezig met het voorbereiden van de zwemmer. En dan kan de coach gewoon bezig zijn met de wedstrijd van de andere zwemmer. En dan communiceren we daarna wat we gedaan hebben. En zo probeer ik ze zoveel mogelijk te ondersteunen. Oké, en verder ben jij natuurlijk ook de coach van Jury Verlinde, die sinds een paar maanden bij PSV traint. Ben je tevreden over Jury's prestaties tot nu toe? We zijn halverwege toernooi en tot nu toe niks te klagen. Finale gehaald, vijfde geworden en een heel mooi PR gezwommen voor zijn doen. De halve finale gehaald op de 50 Vlinder en goud met de mixed estafette. Dus tot op heden niks te klagen, nee. Ja, het is jouw eerste internationale toernooi. Zijn er bepaalde zaken waar je je over hebt verbaasd hier? Niet echt. Het is allemaal wat groter en er zijn wat betere zwemmers. Maar over het algemeen blijft het gewoon voor mij een zwemwedstrijd met dezelfde lengte bad en wat betere concurrentie, dat is het enige. Eigenlijk is het gewoon een zwembad van 25 meter. Ja, het blijft 25 meter. Of je moet lange baan zwemmen, maar er verandert niet zoveel zeg maar, als je in het buitenland gaat zwemmen. Oké. Tot slot Geert, ik stel iedere zwemmer de vraag, ja, wat neem je mee in je koffer behalve je zwemuitrusting? Nou ja, jij bent natuurlijk de coach, dus je hoeft denk ik geen zwemspullen mee te nemen. Maar mag ik toch vragen, wat zit er in jouw koffer? Naast me gewoon trainingsspullen zoals stopwatches en club of bondkleding heb ik denk ik extra paar schoenen bij. Ik heb best wel een schoenenverzameling, dus er zitten 6 paar schoenen in mijn koffer. Ja. 6 paar, dat is ongeveer voor iedere dag van het toernooi 1. Ik zou iedere dag een andere kleur aan kunnen doen, maar dat vloekt een beetje. Dus ik probeer een beetje te matchen met wat we aan hebben. Maar ik heb 6 paar bij. Oké, en dan moet ik denken aan sneakers of nette schoenen? Vooral sneakers, ja. Eigenlijk alleen maar sneakers nu, ja.